In deze tutorial leer je een foto ronde hoeken te geven zodat deze uitziet zoals je hier ziet. Nou, deze ga ik even wegklikken, we gaan dit opnieuw doen helemaal. Pixel Editor is een gratis software, je kunt er naartoe surfen via pixlr.com en dan kies je voor de Free Editor. We gaan beginnen met Create a New Image. En ik geef nu een grote maat mee, 1980 bij 1020. Doe mij maar precies na straks, dan heb je straks ook een mooie foto met ronde hoeken. Goed, ik wil eventjes wat uitzoomen, dat gaat rechts. Zoiets. Niet genoeg. Nou, ik wil even weten waarom niet. Ja, zoiets. Wat ik ook doe, er zijn verschillende lagen. Ik zal er meteen deze duplicaten. Waarom het is, dat hoor je zo. We gaan eerst een ronde hoekgebied uitsnijden of maken. Je gaat daarvoor naar deze tool, Drawing Tool. Overigens, het is nu in het Engels, maar je kan deze tool via Language op het Nederlands instellen. Maar goed, ik ga naar Drawing Tool en dan zie je in deze bar de mogelijkheden komen. Ik zet hier... Die instellingen heb ik al eerder gebruikt. De border size op 0. Ik wil geen zwarte rand of zo. De radius van de hoeken die zet ik nog een beetje op een mooie flauwe hoek, 90 graden. Normal, de doorzichtigheid is 100, dus het is gewoon massief. Ik heb hier deze aangezet, de Rounded Rectangle Tool. En ik weet niet hoe in Nederlands, maar de ronde hoeken tool, zeg maar. Dat is in het Engels. En ik heb een kleur uitgekozen, dat gaat dus zeg maar zo. Je kiest een soort kleurgebied uit en dan maak je die specifieker. En dan denk je, oké. Nou, ik ga nu de ronde hoekengebied uitsnijden. Ik gebruik op mijn toetsenbord in Windows 10 Shift om de verhoudingen vierkant te houden. Ik druk Shift in en trek naar beneden. Tot ik een vorm heb en die vult zichzelf met veel in die kleur. Dan ga ik met deze tool, Wand Tool, even erop staan. Ik selecteer deze vorm en druk Backspace. Nu is de vorm leeg doorzichtig geworden. Ik heb een plaatje nodig. Ik ga een laag lager hier rechts, naar background even. Want ik wil dat ik een laag invoer, waardoor die onder de uitsnede komt. Ik ga naar Layer, of laag. En ik zeg deze commando Open Image as Layer. Nou, laten we deze nemen. Er komt nu al een image hieronder. Toevallig zie je al het effect ontstaan. Maar voor het idee, we zitten nog op deze actieve laag, kunnen we het nog verplaatsen. Dus 1, Move Tool. Je kan er zeg maar het beter verplaatsen. Maar het kan ook zijn dat je zegt, ik wil mijn fotomaat aanpassen. Dan is het het gemakkelijkst om de laag erboven even op uit te zetten. En even te gaan naar Edit linksboven. Free Transform. En dan kun je ook weer met de Shift toets ingehouden en een hoekje vast. Met je muisklikje dan om te gaan slepen. Ik tik nu de Shift in. Ik sleep met mijn muis. Ik kan dus ook nog iets kleiners maken om te zorgen dat ik genoeg in mijn afbeelding krijg. Ik ben tevreden, zeg ik maar. Dan ga ik naar het laag waar ik de vorm aan moet zetten weer. Maar dan vraagt hij eerst, vind je het wel goed? Ik zeg ja. Ik zet de vorm weer aan en ik kijk hoe die uitpakt. Ik zie bijvoorbeeld nu dat hij die ronde hoeken niet helemaal vult. Dan ga ik dus zorgen dat ik met de Move Tool alsnog het vul. En ik kom gelukkig goed uit nog met de hele foto. Dus ik kan bijvoorbeeld een keus maken nog wat ik laat zien. Het kan ook zijn dat ik de tube een belangrijker vind dan de figuur links. Dus dan zou het zo worden. Dan ben ik nu klaar. Dan ga ik voor de zekerheid even op de laag erboven staan weer. Ik wil eigenlijk hier nog een klein randje afknippen. Of de foto zo afknippen dat ik het kan uploaden naar mijn website. Ik ga hier naar de Crop Tool. Ik ga even op de hoek staan ongeveer. Ik hou de shift in voor het vierkant te krijgen. En ik trek het vierkant zo als volgt. Niet precies, maar een klein wit ruimtetje maakt niet uit. Zo is het mooi zat. Zo, klaar.
Enter. Boom. Nou, we hebben in ieder geval een foto die op de website niet zal misstaan. Want op de website ga ik ervan uit dat er ook wit omheen is. En dat dit dus mooi is met die rondjes van 90 pixels of graden. Dit sla ik op via File. Save. De kwaliteit. Ik kijk altijd naar deze size. Kijk, 94 kb kan nog wel op een website. Het ligt een beetje aan, maar als je een gewone foto op een pagina wil je eigenlijk niet hoger hebben dan 100 kb. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen 77 kb. Iets voor een redelijk klein plaatje van 500 breed of wat dan ook. Prima. Ik zeg gewoon opslaan. Dan zegt hij waar dan. Nou, dan zeg ik maar doe maar hier. Als JPEG nog steeds. Opslaan. Image saved. En klaar is Kees. Ronde hoeken aan de foto. Hartstikke leuk. Hartstikke bedankt dat je gekeken hebt. Als je wil linken naar mijn website, stel ik het zeer op prijs. Mijn website heet www.gerbengvandijk.nl. Succes!